Hallo, deze leuke cupcake is ontworpen door DIY Mommy en is helemaal niet moeilijk om te maken. Je kunt hem gebruiken als om bovenop je potlood te zetten of gewoon te laten staan, want hij is 3D. Hij is iets minder geschikt, de originele versie is iets minder geschikt om, om als sleutelhanger te gebruiken. Maar ik heb bij deze een elastiekje gebruikt om hem vast te zetten, zodat je hem nu ook gewoon kunt gebruiken om als sleutelhanger. Want normaal zet ik het kaarsje los. Dus dit is normaal gewoon de cupcake. En dan hebben we het kaarsje er zo bij. Maar ik heb dus het kaarsje vastgezet. Je hebt je rainbowloom nodig. Je haaknaald. Voor de topping 24 wit. Ik noem het hagelslagjes. Maar deze, hier paars 3. Het papiertje bestaat uit 12 elastiekjes. En met deze uit 13. Het vlammetje van de kaars 2. En het kaarsje zelf uit 4. Heel veel succes! We beginnen om onze loom gewoon zo voor ons te hebben. Het maakt niet uit echt hoe. Maar we hebben een plek nodig waar je met je haaknaald gewoon door de loom heen kan. Omdat je straks er ook echt doorheen moet. Dus ik gebruik dit stukje. Daar plaatsen we gewoon een rondje op. Het maakt dus helemaal niet uit waar je begint, als je maar een open onderkant stukje hebt. Dan heb je dit. We gaan nu gewoon willekeurig ergens, maakt niet uit of het een open stuk is of niet, 6 elastiekjes plaatsen, maar niet aan elkaar. En op alle uiteinden gaan we nu cap-ends plaatsen. Cap-ends zijn elastiekjes die je dubbel vouwt of op je haaknaald. Of gewoon op je loom zelf. Ik ga die paar manieren laten zien. En voor een cap-end met 2 lusjes heb je nog een manier. En dat is gewoon uitrekken, dubbel vouwen en terug op je vingers zetten. Dat kan alleen bij een 2. Bij een cap-end van 2 lusjes. Want er zijn ook cap-ends van 3, 4 en soms ook zelfs 5. Maar dat is nu een beetje, ja, dat is onhandig om gewoon op je vingers te doen. Dus dat doe je vaak op je haaknaald of op de loom. Maar ik heb hem dus eventjes op mijn vingers gedaan. En die zetten we dan op het uiteinde van zo'n, ja, elastiekje. En met je haaknaald kun je hem er doorheen doen. Je draait hem een slag en zet het andere eind ook weer op je haaknaald en zet die op het pinnetje van je loom. En dan hebben we nog een manier, dat is gewoon op het pinnetje zetten, slag draaien en er nog een keer omheen en dan laat je hem los. Dat vind ik zelf de fijnste manier, maar je moet het helemaal zelf weten hoe je dit doet. Maar je plaatst gewoon op elk uiteinde gaat wel lekker. Zo, dan plaats je een elastiekje. Gewoon een cap-end. Die gaan we nu haken. Je gaat in de cap-end. Pakt het elastiekje wat eronder zit. Hou dus noods nog even de cap-end tegen, want we moeten niet hebben dat hij losschiet. En je haakt hem terug naar het pinnetje waar hij vandaan kwam. Dit doe je bij alle 6.
Nu ga je in het elastiekje wat je net gehaakt hebt en pak die ervan af, van de loom af. Dan gaan we terug naar het rondje wat we net gemaakt hebben. We plaatsen de capband in het midden en zetten het net gehaakte elastiekje op het pinnetje wat er vlakbij zit. De andere zes elastiekjes die we net gehaakt hebben, moeten hier ook allemaal rond. Het maakt niet uit om welke volgorde je dat doet, als ze er maar opkomen. Maar ik vind het gewoon leuk om zo een rondje te maken. Dat vind ik wel zo makkelijk. En ik merk nu dat het er niet meer op past, dus ik duw het even naar beneden. En je ziet nu denk ik al wel dat het meer ruimte heeft. En nu kan ik de capband weer makkelijk in het midden opplaatsen. En dan net gehaakte elastiekje aan de buitenkant. Ik moet er nog twee. Dat is de laatste bij mij. Dan hebben we dit. Nu gaan we deze hagelslagjes erop zetten. Ik gebruik drie verschillende kleuren. Roze, paars en donkerblauw. Hiervoor moesten we ook de onderkant open hebben. En ik gebruik de eerste kleur, de roze. En dan gaan we helemaal door het midden heen. En zodat je helemaal gewoon eronder uitkomt. Je pakt je eerste kleur. Zet die op de haak van je haaknaald. Hou hem vast, want hij kan losschieten. En dat gebeurt nu ook bij mij, want mijn capband staat niet ver genoeg naar beneden. Maar ik ga het gewoon nog een keer proberen. Er helemaal doorheen, zodat hij naar onderen gaat. Of er onder weer uitkomt. Pak het bandje of het elastiekje vast. En zet die helemaal op mijn haaknaald. Zit nu hier. Dan pakken we die andere ook. Die andere kant. Ik zie het even niet. Ja, ik heb hem. Toch niet. Nou, dit doe ik maar even weer opnieuw. Ik ga erin. Helemaal naar beneden. En dan pak ik deze. Nu heb ik hem gewoon zo op mijn haaknaald. En dan gaan we een knoopje maken. Het achterste doe je over de voorste van de haaknaald af. Je laat hem los. Trekt hem aan. Nu gaan we met paars hetzelfde doen. Ik ga helemaal naar beneden. Maar deze keer wil ik hem niet hier hebben. Maar op een andere plek. Ik wil hem daar. En blauw straks daar. Dus ik ga hier helemaal naar beneden. Doe de capband nog even aan. Weer pak ik het elastiekje. Trek hem naar boven. Pak de andere kant ook. Laat hem los. En maak een knoopje. Dat doen we dan nog één keer.
helemaal naar beneden. Je pak je elastiekje. Doet hem erop. Haal hem strak. Niet te strak. Want dan schiet hij los, zoals bij mij gebeurde. En pak de andere kant ook. Ja, ik heb hem. Knoopje maken. Door de achterste over de voorste heen te doen. En dan hebben we dit. Het volgende wat we doen, is deze twee onderste elastiekjes over de voorste, of over de bovenste heen doen. Dus, je pakt de onderste twee en haak die over de bovenste. Dat doe je gewoon bij elk pinnetje. Je hoeft niet per se meteen twee te pakken. Je kunt het ook één voor één doen. Nu heb je dit. Deze zitten in het midden. Je moet eventjes ook echt in het midden blijven. Dan pakken we weer 6 elastiekjes. Witte elastiekjes. En die plaatsen we dan weer om de buitenkant. En ook die gaan we weer haken. Hij wil eventjes niet. Zo. Die haken we ook weer naar het midden. De onderste twee haken we naar het midden bedoel ik. Ho. Dit gaat even niet goed, want deze schiet los bij mij. Oh, die hoeft hij niet. Deze zitten nog steeds los, gewoon in het midden allemaal. Nou ja, bijna los, niet helemaal. Die pakken we en zetten we terug op het pinnetje. Op de twee pinnetjes die het dichtstbij zitten. Het hoeft niet per se in de volgorde die je eerst ook had. Soms is dat wel iets makkelijker neerzetten. Maar uiteindelijk moet je ze toch allemaal opkrijgen. Dan hebben we nog steeds de hagelslagjes, die lusjes daarvan. Pakken we zo'n lusje en haken of zetten hem op de eerste twee dichtstbijzijnde pinnetjes. En zo doe je dat bij elke. Nu gaan we weer de onderste twee pakken en die haken we er overheen. Pak niet veel. Doe maar even zo. Ik wil deze twee hebben. Zo. Als het goed is, heb je dan dit. Nu pakken we de kleur waarmee we het papiertje willen maken. En dat wordt bij mij een beetje donkerrood. Een beetje bordeauxrood. Dan pakken we... Ik gebruik deze kleur. En dan pakken we gewoon 6 elastiekjes en die plaatsen we weer op het rondje.
Maakt weer niet uit waar je begint of waar je eindigt, dus ook niet. Als je maar dat rondje krijgt. Deze keer haken we niet de onderste drie, of onderste twee, maar de onderste drie eroverheen. Dus let goed op dat je er ook echt drie haakt. En niet twee. Want dan mis je er één. Dat moeten we niet hebben. Ik merk dat mijn hakennaald niet echt drie tegelijk kan pakken. Ik moet er elke keer weer eentje lospakken. Maar uiteindelijk kan ik ze allemaal haken. Dan pak je drie elastiekjes voor je papiertje. En eerst eventjes één. Je rekt hem uit. Je vouwt hem dubbel. En zet hem terug op je vingers. Dan plaats je gewoon op twee pinnetjes dat dubbel gevouwen elastiekje. En dat doen we nog twee keer. En niet gewoon zo aan elkaar. Maar we slaan eerst eigenlijk één pinnetje of één stuk van elastiekje over. En dan gaan we hier weer eentje plaatsen. Dus je rekt hem uit, vouwt hem dubbel, plaats hem terug op je vingers. En dan zetten we hem daar, hier neer. En ik heb het nogal weer een keer gedaan, maar je doet gewoon weer hetzelfde. En plaatst hem op de laatste twee. Dan haken we de onderste twee weer over de bovenste. En dan, zodat je, oh, moet er nog één. Zodat je dit krijgt. Nu moeten we nog drie elastiekjes gebruiken. Eerst eventjes naar beneden duwen, want anders heb je niet genoeg ruimte. En dan plaatsen we de laatste elastiekjes op je loom. Heb je dit. En dan gaan we weer, deze keer ja, een dubbel gevouwen elastiekje. En die is strak. Ik merk dat ik hem heel moeilijk te pakken kan krijgen. Maar ik krijg hem wel. Ja, nou dat was hem. Moet deze ook nog te pakken krijgen. Nu heb ik dit. We zijn klaar. Maar als je hem nu van je loom afhaalt, valt hij meteen weer uit elkaar. Omdat je hem niet vast hebt gezet. Dan gaan we hem nu vastzetten. Door het elastiekje. Eén elastiekje op te pakken. Even kijken waar, op welk pinnetje de andere kant van het elastiekje staat. En daar zet je dat lusje dan bij op. Onderste lusje haal je over de bovenste heen. Laat je los. Pak je de bovenste van je pinnetje af en trekt hem aan, zodat er echt een knoopje in komt. Ook bij deze, ik plaats hem bij zijn andere lusje. Pak de onderste over het pinnetje heen. Trek hem even aan en laat hem los. En dan nu de laatste keer. Onderste, oh, moeten we niet hebben. Zo, ik heb hem kunnen redden. Anders moet ik straks helemaal weer opnieuw filmen. Haal hem over de bovenste heen. Trek de bovenste aan. Laat hem los. Nou, daar zit hij dan op je loom. Je cupcake.
Nu moeten we hem er nog af gaan halen. Trek hem voorzichtig ervan af. We moeten niet hebben dat hij... Dat je zoals bij mij gebeurde, dat je loem een beetje kapot schiet. En dan is dit wat we hebben. Maar we willen deze nog verbergen natuurlijk, want dit staat niet zo leuk. Dus we pakken onze haaknaald en maken er, we steken hem in de topping. Naar onderen. Pakt een lusje en trekt hem naar boven. Zodat je nog een hagelslagje of een ander versiersel ding krijgt. En dat doe je bij elke. De cupcake zelf is nu klaar. Je kunt hem dus op een potlood zetten. Maar voor sommigen van jullie willen het kaarsje er nog bij maken. Die ga ik nu laten zien. Bij mij wordt de onderkant nu geel en het vlammetje een beetje oranje. Maar de eerste wordt niet geel, want het wordt de onderkant. Wordt bij mij dus oranje. Je raakt hem uit. Slaat hem een slag. Zet hem terug op je vingers. En je plaatst hem op de eerste twee pinnetjes van je long. Rechtdoor. Je kunt het ook zo doen. Je zet hem op de twee pinnetjes, draait hem een slag en zet hem terug. Deze keer was de gele. Dan pakken we nog een gele. Doen we nog een keer. En nog een gele. Dan hebben we dit. Dan gaan we een cap-end maken van deze keer 4 ringetjes. Zet hem erop. Draait hem een slag. 2 ringetjes. Nog een keer een slag draaien. 3 ringetjes. De laatste keer. Wat bij mij nog een keer wordt. Het is goed los. En 4 ringetjes. We gaan erin. Ik doe eventjes zo, want ik wist even niet meer het verschil welke nou de cap-end was en welke het elastiekje dat we dubbel hadden gevouwen. Pakken we het dubbel gevouwen elastiekje, haken hem naar voren en dan weer nog een keer en het vlammetje. Dan pakken we onze vlam. We gaan door het gehaakte vlammetje heen en zet hem weer terug op je haaknaald. Maak een knoopje. Trek hem aan, laat los. En dan is dit je kaarsje. Trek hem voorzichtig. Trek hem voorzichtig van je loem af. Dan is dit het kaarsje wat je hebt. Maar sommigen van jullie willen dan dit vast hebben zitten. Ik ga nu laten zien hoe je dat kaarsje vast moet zetten. En dat doe je zo. Je steekt je haaknaald of de haak van je haaknaald door de cap-end. Zo, zodat die cap-end weer terug eigenlijk op je haaknaald zit. Je pakt de kleur van je papiertje. Zet die op je haak. En dan probeer je het vlammetje of het kaarsje op je haak of op dat elastiekje te zetten. Andere eind zet je ook op het elastiekje. Zodat je eigenlijk een iets langer kaarsje nou hebt. Maar we gaan weer een knoopje maken. We zetten de achterste over de voorste
zodat je dit krijgt. We pakken weer onze cupcake erbij. En gaan nu helemaal door de cupcake van onder tot boven door het gaatje. En we pakken het elastiekje van het papiertje, van de kleur van het papiertje. En die doen we er gewoon op. Maar we pakken ook de capband. Want als we dat niet doen, dan wordt het, ja, dan rek je deze heel erg uit. En dan is dat niet heel handig. Maar we moeten die wel gewoon pakken, want anders krijg je die straks er niet doorheen en dan kun je het knoopje niet maken. En dan trek je hem er doorheen. Maar ik merk nu dat ik deze niet had. Dus ik haal hem er weer even uit. En probeer het nog een keer. Ik doe weer hetzelfde als zo net. Maar dan moet ik natuurlijk wel eerst mijn haaknaald door de cupcake steken. Ik pak het onderste. Ja, wat we net van het papiertje, wat we net geknoopt hebben. En trek hem er doorheen. Ik zie nu hier dat ik hem mee heb. En die probeer ik ook te pakken. Het is een beetje zoeken nou. Kan ik het ook niet echt goed laten zien. Maar het is gewoon zoeken naar het juiste elastiekje. Nou, ik kan hem niet krijgen, dus ik doe hem even opnieuw. Deze keer, ik merk dat al die, deze weer uitgaan, dus ik trek ze nog even aan. Deze doe ik zo wel weer. We gaan door het gaatje. Deze keer doe ik eerst even zo. Nu merk ik dat ik hem er al bijna doorheen heb. Deze hou ik even vast. Pak deze kant, de capband en trek die er nog doorheen. Dan heb je dit. Zet je kaarsje erop. Maar dan moeten we deze nog verbergen en vastzetten. Dus we gaan gewoon zo door de cupcake het papiertje heen. We pakken deze, maar hou hem hier wel vast en haal hem er doorheen. Moet je wel meewerken. Ja. Andere eind er ook op. Zodat je weer een knoopje maakt. We doen heel veel met knoopjes. Dan hebben we deze nog. We gaan gewoon hier doorheen. Door... Je gaat gewoon willekeurig ergens doorheen. Pak dat lusje. En trek hem er doorheen. Deze is losgekomen. Dus ik zet hem even weer vast. En dan is je cupcake klaar. De cupcake die je dus nu ook kunt gebruiken als sleutelhanger. Ik hoop dat jullie wat aan dit filmpje gehad hebben. En dat jullie het leuk vonden. En dit was mijn eerste filmpje, dus ik hoop dat er nog veel gaan volgen. Maar ja, ik moet nog wel leren hoe je dit moet maken. Dus ik hoop dat jullie er toch nog wel wat aan hebben. Doei!